Zo, in deze video speel ik deel 17. Volgens mij van Lego 2K Drive. En ja, hij heeft clouds gemaakt, zoals jullie in de volgende video zagen, dus ja. Daar was ik al bang voor. Het zijn geen clowns. Oh, hier heb een plaatje wel. For whatever reason, I've been asked to assist you. Remember, these beauties are very delicate and expensive. But I've made it easier to access their controls. Simply unscrew their nose and remove the multi-tool as stored there. 30. Place the nose and access the lag hatch, which is located under their hair. The hair unscrews counterclockwise. Zit erop of niet? Hallo. I can tell you aren't listening. Once again, you're going to solve a problem with a car. Just smash my clowns to bits. This place is populated by monsters. Don't you think they deserve some sunshine too? I'm pretty sure one of these guys dissolves in sunshine. I believe they chose this place to get away from people who want to change them. I don't get it. How could you not love clowns? Everybody loves clowns. Clowns are fine. Being attacked by clowns is not. Eichelt. I think that person wanted to be rescued. Maar spinnen dan ook niemand op? Waarom wachten ze allemaal zo lang? Gaan we niet redden hoor. Ja, spint erop of doe iets? Ze rennen weg. Good at saving folks as you are running into them. We're all in good shape. Okay, no.
Dat hebben ze een beetje veel van die poppetjes ingespant. Ze doen niet eens, zie je dit, ze doen niet eens. We won against clowns who were only trying to bring a smile to the faces of the folks that live here. Spin er niet eens op, maar dat maakt niet uit. Ik heb het gehaald. Now that you mention it, I don't think smiles is what the clowns were after. I speel terug de TV af. Ik vind nog steeds raar dat het weer makkelijker gaat als de tweede keer. Echt, ik snap er zo niks van. Dat bij de vorige missie ook. Plays on words, Otto and Manuel have asked that everyone please stop making headless puns. To them, headless puns are punishment. And in any case, they usually don't get the punchline. So, Otto and Manuel, if you're listening, our apologies. We're just having fun. Hey, het paard achter hem zitten. Ze hebben eigenlijk een iets te moeilijke baan gemaakt, want de NPC's weten ook niet hoe ze moeten draaien. Maar ik zie zelfs hun ergens tegenaan botsen. Die één of zo, maar ook echt allemaal. Zoals deel met de huizen. Ik bos er niet als eens, dus ik bos het allemaal tegenaan. En dat is gewoon raar. Is de power-up iets te sterk misschien? Door mijn suggestie. We zijn er. Thank you.
did you get further and faster than us on our own track? Some kind of special car thing? At least we know you didn't cheat. Only Shadow Z does that, the two-faced phony. That's two more faces than we have. He should have said, ahead. I agree. That was a missed opportunity. I will put this new checkered flag with the others, which I have now organized alphabetically. I shall file this one under C for checkered. Keep it up, and before you know it, we'll be competing in the Huntsboro Grand Prix Arena. Max speed doesn't break the rules. The rules break max speed. Music. Breaking news! Max Speed has long proclaimed his middle name is also Speed, but there are now reports of an additional middle name. Danger. We understand this may be confusing for some of our viewers who, like me, were born without a middle name. Right now, we are unable to confirm the existence of further middle names. This is a breaking story, and details are still coming in. Tune in to ANN After the Race when we'll have more Max Speed Danger Speed updates. Een hele grote baan voor 3 races, of wat denk ik daarmee? Het is wel een hele grote lap, ja, zo. Ja, ik weet ook niet waar jij nou mee naartoe ging hoor. Deze is hier niet hoor. Ah, vooral niet in de boot als ze daarin zit. Racer face.
I'm impressed. You handled that chasm like a champion. Maybe you really could beat him, but you can't beat me, because I'm XP. Everyone in Bricklandia is talking about Team Racington. Yes, for taking everyone's checkered flags. If you want to race in the Hawksboro Grand Brick Arena, we still need to take a couple more. A couple? Ik heb er nog maar één hoor. Kan het dan beter zijn dat hij dan zegt, you need one more. Zo, dat was mooi. Precies de zijkant ging eraf. Ga je niet snel reizen doen daar naartoe? Nee, die gaan niet. De manier waarom ze zegt, you need a couple more. Ah, weet ik hem. Sup, party people! Baron Von Rose here. Hey, after the race, you're invited to my castle for a little shindig. Except I can't find my wingmen and I need them to score some epic party favors. If you help me find them, we can race. I'll even hook you up with a sweet jetpack. Oh, by the way, I was serious about the wingmen thing. They're bats. Cool. Alright, later. You two know I'm always up for getting another jetpack. But bats? It's an eerie job, but someone's gotta do it. I've marked the Baron's request on your map. Nou, dit was ook met bats, maar ik moet dus deze doen. Ik snap ook niet waarom ze daarmee komen, pas als je er bent. Maar ik moet daar ook weer helemaal terugrijden, want daar is geen checkpoint daar, of daar ben ik nog niet voorbij gereden. Ik bedoel zo'n garage of iets. Oh. Gaan die op tijd gelukkig? Ik weet niet eens waar ze allemaal zitten, joh. Wat is het nou? Zo. Nou, goed dat dit niet op tijd gaat. Ja, dat doe je zelf. Je gaat zelf die kant op sturen. Ik denk zo een beetje dat het dan misschien beter staat. Te vroeg, veel te vroeg. Nee. Ja, dit is zelf ook, want ik ga het zelfs wel afvliegen, Jan, heb je hem niet nodig. Maar dat is wel hoog vliegen hoor. Ik weet niet hoe die wilde dat ik daar ga halen. Met die vleermuis, maar ja, dan probeer ik die andere wel.
Nee, net zoiets van, ja, je kunt het niet halen, maar we doen hem hier. Zit hier waarschijnlijk geen tie bij, omdat niemand in die tijd is gelukt. Ja, we zitten hier waarschijnlijk geen tie bij. Ik weet het al, R2, dan kun je ook vliegen blijven liggen. Maar ja, daar was ik echt niet achter. Tot voor mij wel, maar ja. Dan komt het van zo goed gaan op X, dus ja, dat blijven we wel maar doen. Misschien moet ik dan toch hierop. Je moest wel X, anders haal je daar niet eens. Want ik ging dan zo vlug naar beneden. Net weg, net weg. Ah, my God. Ja, we hebben dat ding ook niet eens nodig. Net met starten, echt net met de achterkant ging hij nog in die ronde. Ik kan wel landen vliegen, want dan heb je die vleermuisje. Ik moet daar sowieso voor die eindrace weer gaan levelen, dat denk ik. Ga daar sowieso zeggen. Their parents' castle. One moment, Vicky. This also just in.
Baron Von Rose tells his sister Arachnarella, quote, "Stop telling people I live with Mom and Dad. You smell," end quote. ANN promises to keep bringing you the details on this sibling spat. But for now, back to the race. Is 1% de. Ja, alleen moet ik ook zien te blijven. Ja, als ik bij de vijfde ben, dan ben ik in ieder geval op Delft. Ik leefde echt een beetje vast vandaag. Wat ga je nou doen? Hoe zit dat dan weer? Dat kan niet eens. Ik heb die dingen. Ik kan niet eens zo ontploffen. Dat vind ik wel weer heel knap hoor. Dat vind ik echt weer heel knap van je. Ik heb die... Ja, het is geen puddock, maar ik heb dat ding. Dat kan ik niet helemaal ontploffen. Dat gaat niet eens. Ik heb nog geen power-ups en ik loop minder schade op, dus ik kan niet eens helemaal ontploffen, dat gaat niet. Maar ik loop minder schade op. Zo, zie hoe ik finish. Ik vind het nog steeds zo raar dat ik was ontploft. Maar oké. Wel gehaald. Be careful with my checkered flag. It's authentic. I have a certificate for it and everything. Now you can't say the Baron hasn't had plenty of time to prepare for this race. I had hoped his flag would reflect a more proto-Renaissance style, but no, it's checkers. Oh well, we're still one step closer to the Hansboro Grand Prix Arena. Ja, ik vind het zo genoeg voor het deel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet om te liken en te abonneren.